Je gaat dit jaar naar het derde. Dan heb je waarschijnlijk al nagedacht over de studierichting die je zal gaan volgen. Dat is misschien niet zo gemakkelijk. Maar geen zorgen. Elke richting aan het Sint-Lodewijkscollege heeft je veel te bieden. Je luistert dus best gewoon naar je interesses. Om de juiste keuze te maken, stel je jezelf drie vragen. Nummer 1. Wil je je studierichting met of zonder klassieke talen? Met? Je combineert dan Latijn of Grieks met wiskunde, wetenschappen en talen. Zo sluit je niks uit. Die drie velden vonden samen met de filosofie hun oorsprong in de klassieke talen. Je studeert dus om de wereld rond je beter te begrijpen. Liever geen klassieke talen, dat is ook oké. Okay. Dan zul je wel een klemtoon moeten leggen volgens je interesses. Dat is meteen de tweede vraag. Naar welk thema gaat jouw voorkeur uit? De wetenschappelijke wereld, de sociale of de economische? Is wetenschap je ding? Creatieve wetenschappers met een sterke kennis en een brede blik zijn cruciaal voor morgen. Humane wetenschappen kies je dan weer als je interesses vooral uitgaan naar de mens en maatschappij. De studierichting Economie leert je de wetten van vraag en aanbod, zowel in de kleine beslissingen van het huisgezin als in de grote problemen van de wereldeconomie. De laatste vraag: hoeveel wiskunde zou je graag voor je rekening nemen? Het basispakket bedraagt 4 uur per week. In dat geval ligt de klemtoon in jouw opleiding op taal, humane wetenschappen of economie. In de derde graad ga je dan verder met een pakket van drie uur wiskunde. Ga je in de tweede graad voor vijf uur wiskunde, dan kun je in de derde graad vervolgen met vier uur of voor de bollebozen zes of acht uur. Ziezo, nu ben je helemaal klaar voor het maken van de juiste keuze. Maar vergeet niet, je kiest altijd juist als je voor het Sint Lodewijkscollege gaat. Zeker weten.